Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Het is even zoeken naar Flevolandse kandidaten op de lijst van de SP voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De eerste komen we tegen op nummer 32, Denise van Sluis uit Emmeloord. Mevrouw van Sluis, ja, nooit heel veel Flevolanders uh, die landelijk bij de SP heel hoge ogen gooien. Tot, dus Tot nu toe hebben we dat nooit zo gehad, hè? Uh, dat... Inderdaad, volgens mij niet uh, veel hoger uh, nee. geweest. Nee. Nou, u staat in nummer 32. We Klopt. kennen u als burgerraadslid in uh, Noordoostpolen, ook afdelingsvoorzitter van, ja. uh, van die afdeling. U hebt bestuurskunde gestudeerd. U werkt ook op het Partijbureau hè, van de SP ja. in Amersfoort. Geloof ik voor de voorzitter, ook, Rolme. Ja. En uh, ja, je kan dus wel iemand uh, zeggen dat u iemand bent die met de hele ziel en zaligheid verbonden bent aan de SP. Ja, inderdaad. Nee, de SP, ik ben er al zo lang actief bij als afdelingsvoorzitter, beginend, eigen afdeling opgezet in de Noordoostpolder. U bent pas 28? Ja, inderdaad. Nog vrij jong. Ik weet, het was ook wel lastig in het begin als hele jonge afdelingsvoorzitter, ja. maar dat ging hartstikke goed. We zitten nu in de gemeenteraad voor het eerst sinds de geschiedenis ja. vanaf 2014, dus dat is helemaal mooi. Ja. En u zit dus ja. op plek 32 op de kandidatenlijst, plek die niet meteen toegang geeft, denk ik, tot de Tweede Kamer, of is dat nog wel het idee dat u hebt? Nou, ik hoop natuurlijk op 32 zetels, maar ja. uh, nee, ik zie het niet gebeuren direct. Uh, nou ja, ik, ik wilde gewoon heel graag op de kandidatenlijst en ja. uh, dat heb ik ook wel kenbaar gemaakt. En uh, de kandidatencommissie heeft gewoon gezocht naar een, ja, een strijdvaardige lijst uh, met actieve mensen uit het land. Mm -hmm. En ook uit verschillende gebieden van het land. En uh, vandaar dat ik toen ben gevraagd om ook op de lijst, uh, of ik dat wilde... En uh, ik vond het prima. Maar hoe zit u dan die twee netjes te plaatsen? Is dat ook iets met, een, uh, met ambitie voor de toekomst? Hè, want er komen natuurlijk weer volgende Tweede Kamerverkiezingen enzovoort enzovoort. Moeten we dat zo enigszins plaatsen? Uh, nou ja, ik, ik de SP is zo georganiseerd dat je vanuit alle lagen wel uh, je dingen kan bereiken en je stem hmm. kan laten horen, ook als Flevoland en Noordoostpolder uh, is dat prima te doen. Uh, ja, mocht in de toekomst de kandidatencommissie denken, je, je mag van ons wel hoger op de lijst, dan uh, zal ik dat uh, heel graag doen. Maar ik vind het op dit moment ook hartstikke prima met hoe we het in de gemeenteraad doen. En daar valt ook nog heel wat te winnen. Ja, u hebt zelf ook een keer gezegd, las ik gemeentepolitiek, spreek me erg aan. Directe ja. contact met inwoners en ondernemers. Ja. Um, waar kun je nou het meest effectief zijn, denkt u, op lokaal niveau of op landelijk niveau? Ja, ik denk eigenlijk op beide niveaus wel. Het is alleen een heel ander niveau. Uh, als je ziet wat de afgelopen jaren in uh, het huidige kabinet is gebeurd, dan zie je dat je op lokaal niveau eigenlijk bent, uh, het schade aan het beperken bent. Mm. Uh, dus als je ziet op, de, op het gebied van de zorg dat we heel veel moesten bezuinigen op de thuiszorg en op de zorg, waardoor we ook gigantisch veel geld over hadden in onze gemeente bijna 6 miljoen ja. waar we voor gewaarschuwd hebben. En dan ja, dan dat zijn toch... onderwerpen die naar de gemeente zijn gebracht. Uh, ja, en dan zie je toch dat je ja. dat in de gemeente zou kunnen beperken of dat je het kan oormerken dat er geld voor de zorg ook echt voor de zorg blijft. En het contact met ondernemers en inwoners heb je toch wel eerder op gemeentelijk niveau. Maar je ziet onze Kamerleden ook heel erg veel op straat. Dus die hebben het contact ook wel echt met de samenleving. Maar op gemeentelijk niveau zie je denk ik eerder het effect. Nou zag ik nog een andere uitspraak van u. Uh, mocht de SP met de Tweede Kamerverkiezingen dan toch 32 zetels halen, dan zal ik me inzetten om Flevoland in het Hoospolder op de kaart te zetten in Den Haag. Nou, als we er even vanuit gaan dat die 32 zetels nog net iets te hoog gegrepen is, <laughs> ja. dat, dat is wel jammer dat niemand dat dan gaat doen binnen de SP: Flevoland in het Hoospolder op de kaart zetten. Nou, het staat sowieso op de kaart. Oh, ik bedoel, dat is natuurlijk hoe wij georganiseerd zijn: is dat je op afdelingsniveau, op regionaal niveau, provinciaal niveau. dat komt allemaal weer terecht in de Tweede Kamer. We hebben heel veel contact met Kamerleden, dus dat komt ook echt wel op de juiste plek. Maar het is misschien nog makkelijker maar als er iemand uit Flevoland inderdaad, ook in die fractie is. Je kan natuurlijk net iets meer het belang van Flevoland op dat moment behartigen. Ja. Bedoel, op het gebied van openbaar vervoer, als ik dan echt kijk naar de Noordoostpolder, maar ook naar de gemeente Dronten. Is dat natuurlijk ook van groot belang dat we dat anders organiseren? En dat zit dan op provinciaal niveau, maar ook wel weer op landelijk niveau. Dus daar valt op alle fronten de aandacht van Flevoland nog best wat meer te benadrukken. Denk ik. Nou, staat de SP bekend als een uh, tamelijk activistische partij? Bent u veel ja. op uh, campagne op het moment? Uh, uiteraard. Zelfs op Urk, uh, hè, zag ik. Inderdaad, uh, we hebben op Urk gestaan. Het moet ook Urk niet vergeten: Urk valt onder onze afdeling Noordoost-Onder. En dat Klaar, je, bij de vorige daar, Kamerverkiezingen 78 mensen op de SP hebben gestemd. Ja, ja nou dat is al bijna een afdeling. Dus uh, als ja. we al die mensen lid maken, dan uh, kunnen, we, uh, kunnen we misschien nog met de gemeenteraadsverkiezingen op Urk meedoen. Maar nee, op wie richt is... u zich vooral in de campagne? Uh, ik denk dat wij ons op dit moment heel erg moeten richten op de mensen die niet gaan stemmen. En uh, je ziet dat heel veel mensen het vertrouwen toch wel wat verloren zijn. Ja, is dat wat u veel hoort? Ja. Heel veel mensen willen niet meer stemmen, of zeggen ik stem, ik breng een proteststem uit. Maar dat is dan vertrouwen wat ze verloren hebben in de politiek als geheel. Ja, en dat zie je voornamelijk dat dat uh, met, het vorige, nou ja, met het huidige kabinet is gekomen. De hmm. vorige verkiezingen hebben mensen natuurlijk heel erg strategisch gestemd. Het was of de Partij van de Arbeid of de VVD. Ja. En heel veel mensen gingen naar de Partij van de Arbeid stemmen, want willen we toch de VVD er niet in. En daar zie je dat uh, ja, dat, dat toen samen is gegaan was natuurlijk... Uh, wat heel veel mensen die strategisch hebben gestemd ja. dat niet hadden verwacht. En die... Um, ...toch wel heel erg teleurgesteld zijn. En dat zie je dan voornamelijk bij de Partij van de Arbeid achterban ja. natuurlijk. Dus eigenlijk, als je nog iets specifieker kijkt waar u zich op richt... ...dan kan ik me voorstellen dat u zich richt op de teleurgestelde PvdA-stemmer van 2012. Nou ja, dan richt ik me dus inderdaad op de thuisblijvers. Want je ziet dat hmm. mensen, doordat ze het wij. vertrouwen zijn verloren eigenlijk thuis blijven... ...of niet meer gaan stemmen, want het heeft toch geen zin. En ik denk, het heeft daadwerkelijk wel zin. Uh, niet stemmen is, uh, wat wij zeggen, met de grote, grote banners langs de snelwegen... ...niet stemmen is Rutte steunen. Je steunt daarmee dan toch uh, de partij dat denkt stem dan nog maar eerder Blanco of gewoon op de SP. Want wij uh, hebben aangegeven dat we sowieso de VVD uh, niet in het uh, huidige volgende kabinet willen. Nee, wat op zich ook wel weer opmerkelijk is, want uh, u werkt wel met de VVD samen bijvoorbeeld in de provincie. Hè, het provinciebestuur ja. of een gemeente als Lelystad in het college. Maar ja. landelijk kan dat dan niet. Hè? De verschillen zijn te groot, hè? zei Emiel ja. Roemer geloof ik daarover. Nee, inderdaad. Als je kijkt naar het provinciaal niveau, dan zijn er denk ik hele duidelijke afspraken te maken met elkaar. En uh, dat hoor je ook wel vaak, uh, dat zei Halbe Zelstra nog bij uh, Pauw en Jinek uh, aan tafel: dat mm -hmm. we uh, betrouwbare partners zijn van elkaar. Ik bedoel, we houden ons aan de afspraken. En dat kan op gemeentelijk, maar ook wel op provinciaal niveau. Maar landelijk gaat dat wel echt te ver. Daar moeten gewoon grote keuzes worden gemaakt waar mm -hmm. we heen gaan met het land. En dat zijn voor de SP toch wel hele andere keuzes dan uh, ja, die de VVD. Maar, maar ik goed, denk dat we de kans toch wel twee verkleinen dat de SP natuurlijk in een coalitie komt. Nou ja, als je kijkt naar de huidige peilingen, nou heb ik niet zoveel vertrouwen in de peiling hoor, want ik. Uh... Nee, dat zegt iedereen. Uh... Ja, nee, ja, nee, inderdaad. Het, het beïnvloedt ook vaak de, de, de stemmen. Uh, mm. Ik denk niet dat dat uh, de manier is waarop we mensen naar de stemmers moeten krijgen. Maar dat we gewoon ons eigen verhaal vertellen. Maar, maar hey. toch even kijken naar die peilingen. Hè? Want ik vraag me af en toe wel af als er zoveel ontevredenheid uh, is onder, uh, onder kiezers of niet-stemmers. Uh, niet die proeft u ook op straat. Zou de SP daar niet veel meer van pro moeten profiteren? Gaat het eigenlijk wel goed met de partij? Nou, het gaat, uh, het gaat hartstikke goed met de partij. Maar ik denk inderdaad, als ik weer terugkom, wat zoals ik net zei, ook dat vertrouwen. Dat mensen het vertrouwen niet hebben. Mm -hmm. En je ziet nu dat we licht stijgen in de peilingen. En ja. Nou, hecht ik daar geen waarde aan. Maar vind, het is toch wel goed om te zien. Mm -hmm. We gaan in het land uh, overal de straten op. We gaan heel veel deuren bij langs. We kloppen aan bij mensen om ons eigen verhaal te vertellen. En ik denk dat het verhaal over. Uh, de VVD, als je niet gaat stemmen, is VVD steunen. Dat, en dat wij de VVD uitsluiten. Dat we daarmee, dat dat verhaal toch steeds duidelijker wordt. Ja, maar goed, dat blijkt dus nog niet zo als je de peilingen Maar Ik denk dat dat in anderhalve week nog best veel kan gebeuren. Hmm. Er komen nog veel debatten op tv. En uh, we gaan met uh, duizenden vrijwilligers de straten nog op. Dus ik ja. denk dat, wij nog, uh, dat er nog heel wat te winnen valt. Maar we ook erg op hamers? we hebben er niet heel veel tijd meer voor. Maar even kort het zorgfonds. Ja. Um, u hebt daar zelf uh, 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 ook uh, echt voor uh, de propaganda voor gevoerd, zou ik maar zeggen. Uh, terwijl uh, tegelijkertijd krijgt u dan voor de voeten geworpen: ja, dat de, 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 de invoering ervan gaat vele miljarden kosten. En het is maar de vraag of de zorg erop vooruit gaat. Is dat wel iets uh, waar we ja, op zitten het mooie, te wachten? Het is, uh, het is leuk om te horen. We zijn er in vorig jaar mei mee begonnen. En uh, het is nu goed om te zien dat het eigen, afschaffen van het eigen risico... dat dat nu al bij iedereen in het partijprogramma staat. Dat speelt nu gewoon bij iedereen een grote rol. En uh, met het afschaffen, er wordt nooit gesproken over is het haalbaar of betaalbaar. Mm -hmm. Alleen als je met een uiterst ver plan komt, zoals een nationaal zorgfonds. Uh, het is doorgerekend door het Centraal mm -hmm. Planbureau. En het blijkt ook haalbaar en betaalbaar te zijn. Uh, maar het is natuurlijk ook de manier waarop je het doet. En elke partij zal het op een andere manier doen. De SP zal het op een eigen manier doen met uh, ook inkomensafhankelijke zorgpremies. Maar het eigen risico is gewoon een eerste stap. Die moeten we er gewoon eerst afzien te krijgen. En ik denk dat we er met heel veel partijen wel uit kunnen komen om daar gezamenlijk tot uh, ja, toch een nationaal zorgfonds kunnen aankomen. Denise van Sluis, bedankt. Dit was over Flevoland gesproken. En de volgende uitzending is morgen, dus graag tot dan.